Van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Testaankoop. En zoals u weet willen wij u heel graag informeren over de actualiteit, over alles wat er op de markt ter beschikking is, zodat u een gefundeerde aankoop kunt doen. En we gaan dat natuurlijk zoals elke week doen met een aantal experts ter zake. Vandaag opnieuw een zeer breed aanbod aan onderwerpen zoals u van ons gewoon bent. We gaan het hebben over de voor- en nadelen van een maandafrekening bij uw energiefactuur. We gaan het hebben over een aantal kooptips. Hoe koop ik de beste elektrische fiets en waar moet ik op letten? Maar ook een hoge drukreiniger. Waar moet ik daar zeker naar kijken? En tenslotte adviseren wij u ook over een hospitalisatieverzekering. Voor het eerste topic heb ik Jordi van Baanbel bij mij. Dag Jordi. Hoe was je ochtend tot hiertoe al? Prima. Ja, alles goed? Ja. Wel, Jordi, we hebben je natuurlijk even uitgenodigd, omdat, zoals ik al zei, we inspelen op de actualiteit. En sinds begin dit jaar zijn alle energieleveranciers in Vlaanderen verplicht om te werken met maandafrekeningen, mocht de klant dat wensen. Ja, dus dat om dat aan te bieden, ja. Ja, om dat aan te bieden. Uiteraard maandafrekeningen versus een voorschotfactuur, maar laat dat nu net misschien al iets zijn waar jij even wat meer duiding kan over geven. Ja, wat is nu juist het verschil tussen een voorschotfactuur die elke maand dezelfde is en die maandafrekening voor de klant? Well, laat ons beginnen bij de traditionele voorschotfactuur die de meeste consumenten natuurlijk het best zullen kennen. Hè. Daarbij ga je jouw jaarbedrag voor energie gaan spreiden over 11 of 12 maandelijkse betalingen die dan vrij stabiel blijven. Hè. Normaal gezien betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Eén keer per jaar krijg je dan een eindafrekening nadat je je meterstanden hebt doorgegeven aan je netbeheerder. En weet je of je te veel voorschotten hebt betaald of te weinig. In het ideale geval dekken jouw voorschotten jouw volledige jaarverbruik en hoef je dus geen opleg te betalen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet altijd het geval. En merken we helaas dat soms consumenten geconfronteerd worden met een hoge opleg die ze moeten ophoesten. Bij een maandafrekening, dus het vrij nieuwe systeem, zal je, zoals het woord het al zegt, elke maand een afrekeningsfactuur krijgen op basis van je werkelijke verbruik in de voorbije maand. Eigenlijk kun je het best vergelijken met een telecomfactuur, waar dat ook het geval is. En dus je weet meteen waar je aan toe bent. De voorwaarde is wel dat je beschikt over een digitale meter, want men moet natuurlijk maandelijks jouw meterstanden kunnen uitlezen om die factuur op te maken. Ja, dus de logica zelf is dat je dan in de zomer uiteraard al op voorhand weet van dan gaat die factuur een klein beetje lager zijn, kunnen we wat meer ademen. Maar het nadeel is dat je in de winter dan wel plots ook onmiddellijk die kost op te hoesten hebt. Klopt, ja. Wel, je hebt eigenlijk drie grote voordelen van een maandafrekening. Het eerste grootste voordeel is dat je sneller inzicht krijgt in je energieverbruik. En dus je weet meteen waar je aan toe bent. Stel dat je verwarming een paar graden lager zet, of je neemt energiebesparende maatregelen, of je trekt een maand naar een zonnige bestemming, dan ga je dat ook meteen weerspiegeld zien in de eerstvolgende factuur. Dus dat is wel een groot voordeel. Een tweede voordeel is dat je minder bank speelt voor je energieleverancier. Als je leverancier in moeilijkheden zou komen en bijvoorbeeld failliet zou gaan, dan is het dikwijls moeilijk om te veel betaalde bedragen terug te recupereren. Wel, met een maandafrekening vermijd je dat. Ja. En een derde voordeel is dat het eenvoudiger is om je energiefactuur te controleren, wat zeker van pas komt bij variabele energietarieven, die, zoals we weten, tamelijk complex zijn om te controleren in combinatie met een jaarafrekening. Oké. Zijn er dan ook nadelen aan gewoon betalen per maand wat je consumeert? Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, inderdaad. Wel, je zei het al, de seizoensgevoeligheid. Dus dat betekent dat in de maanden waarin je meer energie verbruikt, die factuur ook een stuk hoger zal liggen dan in de koude maanden. Dus niet iedere consument zal zich daar even comfortabel bij voelen, natuurlijk. Sommige consumenten verkiezen stabiliteit, zekerheid van een vast maandelijks bedrag. Dus dat is een afweging die iedereen, die ieder voor zich moet maken en die natuurlijk ook afhangt van je financiële draagkracht. Ja, want als je trouwens werkt met die voorschotfactuur, moet je toch ook zeker zijn dat dat bedrag realistisch is. En ik heb me laten vertellen dat je dus naar je energieleverancier kan bellen en dat ze verplicht zijn om met een bepaalde marge zelfs
mee te gaan in als je vraagt van ik wil minder betalen per maand, omdat ik weet dat ik minder ga consumeren dan vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja. Dan moeten ze daarin meegaan. Ja, dan moeten ze daarin meegaan. Bij de meeste leveranciers is dat geen probleem en kan je ook gewoon online in je klantenzone jouw voorschotbedrag gaan aanpassen. Ah, ook al. Ja. Vaak wel met een bepaalde marge, inderdaad. Klopt. Ja. Maar op zich is dat geen probleem. Nee. Kan je een concreet voorbeeld geven van als we nu kijken naar een gemiddeld gezin, verbruik? Ja, inderdaad. We hebben een voorbeeldje uitgewerkt. Hè. Dus op basis van een vast energiecontract in januari voor een doorsnee gezin dat in Gent woont, elektriciteit heeft en met gas verwarmt. Mm-hmm. Wel, op basis van de prijzen van januari zouden zij €1.200 op jaarbasis betalen voor elektriciteit en €1.500 voor aardgas. Dus samen €2.700. Als dat gezin kiest voor traditionele voorschotfacturen, dan komt dat neer op een bedrag van €225 elke maand. Kiest het gezin daarentegen voor een maandafrekening, dan zal je zien dat zij in de koudere maanden, dus vanaf november tot en met maart, een stuk meer zullen betalen dan in de andere maanden. Dus concreet, in januari bijvoorbeeld, zal dat volgens de inschattingen ongeveer €400 zijn, terwijl dat in juli €105 is, dus slechts een vierde. Dus die variaties zijn wel iets waar je dan de rekening moet mee houden. Maar je zal geen euro meer of minder uitgeven op jaarbasis? Nee, klopt. Oké. Okay. Nee, het eindbedrag zal altijd hetzelfde blijven. Ja, okay. Inderdaad. Dus het is wel toch voor de goede planner, als je geen vast bedrag neemt, dat er geen verrassingen zijn in de winter. Voilà, ja, inderdaad. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Je weet het natuurlijk wel op voorhand. Mm-hmm. Dat is een belangrijk punt, inderdaad. Ja. Oké, ik ben overtuigd. Stel de kijkers thuis ook. Ja. Wat moeten zij dan eigenlijk doen? Kan je dat allemaal online zelf aangeven? Well, in principe, bij de meeste leveranciers kan je gewoon via de online klantenzone een aanvraag indienen. Dus dat is het makkelijkste. Je kunt ook natuurlijk bellen naar de klantendienst van je leverancier. De grote leveranciers bieden de optie al aan sinds 2022. Maar sinds begin dit jaar zijn in principe alle leveranciers in Vlaanderen verplicht om die optie aan te bieden. Eenmaal je de aanvraag hebt gedaan, zal de leverancier die doorsturen naar de netbeheerder om jouw maandelijkse meterstanden te kunnen ontvangen. En als de aanvraag is goedgekeurd, dan zal je maandafrekening starten vanaf de daaropvolgende maand. En voor de periode ervoor zal je dan natuurlijk wel nog een afrekeningsfactuur ontvangen voor die maanden ervoor. Maar dus een heel belangrijk detail is wel, je moet een digitale meter hebben. Ja, anders kunnen we het uiteraard niet meten. Het is geen detail, het is inderdaad het is een belangrijke voorwaarde. Ja. Je moet over een digitale meter beschikken. Als we die nog niet hebben, wat moeten we dan doen? Wel, als je die nog niet hebt, dan kan ik je... Heb die wel. Kan je ofwel je beurt afwachten. Je kan trouwens via de website van Fluvius is er een online planningschecker waar je kan nagaan wanneer je aan de beurt komt. Okay. Op basis van je EAN-code. Wil je liever niet wachten, dan kan je ook zelf een digitale meter aanvragen. En dat is helemaal gratis. Sowieso, tegen het einde van dit jaar moet 80% van de gezinnen in Vlaanderen over een digitale meter beschikken. We kunnen er niet omheen, hoe dan ook. Nee, inderdaad. En ook als je zonnepanelen legt en een batterij neemt, zo heb ik het in de tijd zelf aangevraagd, dan is dat ook een criterium. Ja, als je zonnepanelen legt sinds 2021, dan wordt er sowieso een digitale meter bij jou thuis geïnstalleerd. Klopt. Voilà. Oké, Jordi, dank je wel en tot de volgende keer. Graag gedaan. Merci. Tot de volgende keer. Ons volgend onderwerp, iets helemaal anders. Hoe kies ik een elektrische fiets? En hij is ondertussen een vaste waarde in ons programma, Steve Mesdag. Dag Steve. Dag Doreen. Ja, het wordt een wekelijkse traditie, ik vind bijna, het leuk. Bijna, ja. We hebben het al gehad over... veel auto's, hè? Ja, auto's en banden ook, zomerbanden. Ja, en dan over wallboxes hebben we het alles ook al. Alles wat de weg mobiliteit, opgaat. Mobiliteit, ja. Dat is mijn domein. Dat is jouw domein, ja. Inderdaad. We gaan het even hebben over die elektrische fiets. En misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is dat dan eigenlijk? Ja, dat is een fiets die is uitgerust met een elektrische motor die gepowered wordt door een batterij. En eigenlijk komt het erop neer dat je constant een duwtje in de rug krijgt. Dus het is assistentie van de fietser. Constante wind mee, ja. Assistentie, maar je moet dus nog altijd wel zelf trappen. Ja, dat is wel een misvatting. Hè? Heel veel mensen zeggen, nee, dat is voor losers. Maar je moet echt wel nog fietsen. Ja, hè? En die assistentie is ook instelbaar. Dus je kan zeggen van, vandaag heb ik zin om veel kracht te leveren. En dan zet je die assistentie wat minder. En als het echt zo'n baaldag is, dan zeg je, ik zet het op turbo. En dan moet je bijna zelf fietsen. En jouw batterij gaat uiteraard
in verhouding verbruiken dan. Ja, hè? Klopt. Ja. Dus als je even inschat van de heenrit, ga ik nog alles geven en ik wil mijn batterij voor straks. Ja, maar die kan je dan ook opladen op je bestelling. Ja, soms. Meestal wel. Is dat dan hetzelfde als een speed pedelec? Nee, een gewone elektrische fiets is beperkt tot 25 km per uur en de motorkracht is ook wel beperkt. En een speed pedelec gaat tot 45 km per uur. Wow. Dat is een stevige snelheid. En met die snelheid komt er ook wel een verantwoordelijkheid voor de fietser. Die moet dan een helm dragen, die fiets moet gehomologeerd zijn, moet een nummerplaat hebben en zo verder. Dus dat is echt alles waar vroeger het brommertje met rijbewijs categorie B... Klopt. 45 per uur. Het verschil is eigenlijk dat je nog zelf trapt. Inderdaad, ja. Ook bij de speed pedelec moet je zelf nog de pedalen ronddraaien. Ja. Want anders denkt die fiets, ja, maar dat ga je niet door. Dus we houden er mee op. Maar die zien er wel uit als een fiets, als een gewone fiets? Ja, je hebt ook verschillen. Sommige speed pedelecs zien eruit als een gewone klassieke fiets. Maar de meeste modellen worden meer en meer echt wel zo high-tech. En die zien er ook wel heel stevig uit. Ja. Ja. Is het een misvatting dat corona ervoor gezorgd heeft dat het nog massaal nog meer gekocht is? Ja, onze marktstudie heeft dat duidelijk gezien, van dat er echt wel een piek was in die jaren. Nu zien we de invloed ook, want we zien dat het nu de verkoop een beetje stilvalt en dat de modellen weinig vernieuwd worden dit jaar. Okay. En dat we dus eigenlijk nog alle resultaten die we vorig jaar hebben verzameld kunnen blijven gebruiken, omdat die fietsen nog beschikbaar zijn. Want jullie zouden uiteraard testaankoop niet zijn mochten jullie dat niet uitgebreid gaan testen. Ja. We focussen ons vooral op het elektrisch systeem, dus de motor en de batterij. En daarvoor monteren we elke fiets op een testbank. En wat we daar niet kunnen meten, wordt dan door de experts op de weg nagegaan. Bijvoorbeeld een jojo-effect. Een elektrische fiets, ik zei het al, is beperkt tot 25 km per uur. En dan is de bedoeling dat rond die 25 km per uur dat die assistentie heel zacht uitooft. En als dat te sterk is, dan spreken we van een sterk jojo-effect. En dat willen we natuurlijk dan, niet. Ja. Die batterij lijkt mij dan wel een zeer belangrijk component om te vergelijken. Hè? Dat is het, eigenlijk een van de belangrijkste aspecten van de fiets. Ja. En we hebben een scenario op onze testbank. En als we een stevige assistentie vragen, zien we dat we ongeveer 10 wattuur per kilometer verbruiken. Mm-hmm. En dus ik kan de reeksom maken, een batterij van 500 wattuur brengt u dan 50 kilometer ver, een van 770 kilometer ver. Ja. Wat vind je zelf het meest interessante bereik voor... Persoonlijk, ik zet mijn fiets in de garage beneden. Mm-hmm. Ik moet die batterij meenemen naar boven, naar het appartement, om daar op te laden. Dus hoe weinig dat ik dan moet doen, hoe beter. Dus ik investeer graag liever wat in een hoge batterijcapaciteit, om net dat gemak te hebben. Maar dat kan je toch in een gewoon stopcontact opladen, hè? Klopt. Daar heb je geen speciale dingen. Beneden in mijn garage bijvoorbeeld heb ik geen stopcontact. Dus ja. Ja, dus het is uitneembaar, zo'n batterij? Ja, in de meeste gevallen wel. We hebben ook een aantal, we noemen dat hipsterfietsen of hippe stadsfietsen. En daar is de trend, dan zien we meer en meer dat de batterij netjes ingewerkt is in het frame. En in sommige gevallen kan je die batterij niet verwijderen en moet je dus de fiets aan een stopcontact kunnen parkeren om die op te laden. Misschien een domme vraag, maar wordt dat dan massaal gestolen? Of hoe voorkom je dat als jouw fiets in de straat geparkeerd staat? Ja. Is dat mijn sleuteltje? We laden altijd aan om een extra slot te voorzien naast de sloten die voorzien zijn op de elektrische fiets. En het slot altijd te bevestigen aan een vast obstakel, zodanig dat de tijd om hem mee te nemen, dat die zo hoog mogelijk wordt. Natuurlijk. Dat de batterij ook veilig is. Ja, en de batterij zit zelf vast, ook beveiligd met een sleutel. Ja, oké. Okay. Je zei testen uiteraard op gebruik en op batterij, maar dan denk ik ook aan comfort. Ja. Zadel, stuurhoogte. Hoe zit het daar? Zeker een heel belangrijk aspect, maar onze experts kunnen dat niet bepalen voor de consument. Ja. Dus daar raden we aan om eerst en vooral te kijken naar onze testresultaten wat betreft het elektrisch systeem en dan contact op te nemen met een fietshandelaar om daar een uitgebreide testrit te doen. En daar heb je dan een goed idee over het comfort, over de vering, over de zitpositie. Want dat zijn allemaal belangrijke aspecten natuurlijk. Ja, je kan alles online kopen natuurlijk. En dat zou mijn elektrische fiets ook zeker kunnen. Maar dan test je het niet, hè?
Nee, tenzij dat de fabrikant een testdag organiseert, dat zien we ook wel. Zien we ook wel. En als je daar dan op inschrijft, kan je die fiets uitgebreid testen en daarna beslissen om die online aan te kopen. Heb je het gevoel dat het ook interessant is om een vrij lokale fietsenwinkel te nemen? Omdat je wel af en toe... Moet je vaker terug naar de fietsenmaker? Wel, het is natuurlijk een complexer product dan een gewone fiets, dus... Ja, ik vind het zelf wel belangrijk dat je goed contact hebt met de fietshandelaar en dat je daarvoor al je vragen en reparaties terecht kan. Ja. Maar als je dan naar de online fietsen kijkt, dan zijn de meeste merken wel goed vertegenwoordigd in die zin dat zij een reparatieservice hebben die eventueel aan huis komt. En die werken ook samen met andere fietshandelaars om daar de reparaties eventueel te laten uitvoeren. Maar in pannen staan met je elektrische fiets, worst case, is dat je batterij op is. Maar je kan altijd gewoon fietsen met een elektrische fiets. Gewoon fietsen is veel gezegd, want je hebt natuurlijk de weerstand van het elektrische systeem die je moet overwinnen. En ik heb een paar keer een test gedaan met het speedpedelec, van hier naar Leuven gefietst. En ik ben nooit thuis geraakt. En bij een speedpedelec is het wel... Gas geven. Ja. Oké. Wij zijn zo ooit het servosysteem van ons stuur kwijtgespeeld. Ja. En dat lijkt alsof je stuur op slot is. Ja, klopt. Maar dus het kan nog altijd, maar het is heftig. Inderdaad. Ja. Nee, ik ben 40 geworden, Steve. Proficiat. Zou je dat niet zeggen, hè? Nee. Nee, dat is een grapje. Merci. Nu, maar waarom zeg ik dat? Ik heb van al mijn vrienden en familie, ik had dat gevraagd, een elektrische fiets gekregen. Maar ik heb hem nog niet gekocht. Ik heb een mooi budget gekregen. En wat zou je dan mij persoonlijk aanraden? Ik zou naar onze testresultaten kijken online. Die kan je allemaal terugvinden. En daar een van de goede elektrische systemen uitkiezen. En dan, zoals gezegd, met die informatie naar een fietshandelaar gaan. En daar uitgebreid een keer spreken met die man en een aantal modellen uitproberen. Dus waarvoor je het gaat gebruiken, is eigenlijk ook heel belangrijk bij die keuze. Ja, ja. En dan voornamelijk... Met kinderen erop, zonder kinderen. Zeker, ja. Maar dan voornamelijk de batterij... De batterijcapaciteiten. Als je beslist om rond de kerktoren te fietsen, maximum 5 kilometer, dan heeft het geen zin om te investeren in een hoge batterijcapaciteit. Ja. Ja. Maar let wel, net zoals bij elektrische auto's, degradeert dat wel naarmate de jaren vorderen. Dus beter net iets te veel dan eerder te weinig kiezen voor die batterijcapaciteit. Ja, maar dat vind ik wel een heel goede tip. Dus ga zeker niet vooral kijken naar hoe die fiets eruit ziet. Nee, ga echt kijken naar capaciteit, het batterij. Systeem, ja. En dan uiteraard comfort. En ik weet niet hoe hoog dat uw budget is, maar houd er rekening mee dat na verloop van tijd, na bijvoorbeeld 5, 6, 7 jaar, dat je dan toch zal moeten investeren in een nieuwe batterij, zodanig dat je terug de rijbereik van in het begin kan gebruiken. Ja. Ja, en ik zag op de website dat de meeste modellen schommelen alles tussen de 1599 en de boven de 2000 natuurlijk kan ook. Ja, maar ergens daar vind je echt wel een mooi model. Ja, onze beste koop is rond de €2500. Dus daar kan je al... En dan heb je alles vergeleken en in de mixer gestoken. Maar je kan daar, net zoals bij alle producten, redelijk ver in gaan. Ja. En onze beste van de test bijvoorbeeld kost meer dan €5000. Dan... Ik weet niet of ik die vraag mag stellen, maar ik ga het toch doen. Is daar een tweedehandsmarkt van die betrouwbaar is? Of is dat dan heel tricky, omdat je niet weet hoe mensen hun batterij behandeld hebben? Klopt, ja. Maar dan... Net zoals als je zelf een elektrische fiets koopt, moet je rekenen dat je na verloop van tijd die nieuwe batterij zal moeten aanschaffen. Dus misschien dan best al direct bij een tweedehands fiets die batterijkost incalculeren. Ja. Oké. Interesting. Oké. Nee, heel goed. Steve, ik weet niet of jij nog iets wou toevoegen? Niet echt, nee. Oké. Dan zie ik u binnenkort, ongetwijfeld. Waarschijnlijk, tot volgende week. Als het over iets met banden gaat, dan zie ik jou weer terug. Dus tot binnenkort. Merci, Steve. Dank je wel. Ja, dat is heel boeiend om allemaal te weten. Dus ik ga mijn research binnenkort zeker doen. En we blijven een beetje in de kooptips, maar dan nu een heel ander product. En dat is de hoge drukreiniger. En daarover weet Wim Billet alles. Wim, kom erbij. Dag Wim. Geen probleem. Je hebt je toverstokjes bij. Ja, dat vind ik. Je gaat zo dadelijk uitleggen wat dat echt is, natuurlijk. Dat klopt.
Wim, we gaan het hebben over hoge drukreinigers. Ja. Misschien beginnen bij het begin. Wat dat is, weten we, maar waarop moeten we natuurlijk vooral letten? Misschien toch even verduidelijken waarvoor mogen en kunnen we het allemaal gebruiken, een hoge drukreiniger? Eigenlijk kan je voor heel veel dingen gebruiken. Ja? Vooral voor de reinigen natuurlijk. Ja. Maar je moet toch ook wel mee oppassen. Het woord zegt zelf, door de druk kan je ook bepaalde schade aanrichten. Dus is het wel goed en belangrijk om het product goed te gebruiken en op te letten. Ja, het wordt meestal gebruikt om een terras... Oprit, terras, wagen, de hevel... Op de auto mag ook. Op de auto kan ook, maar wel de juiste lans gebruiken, niet de verkeerde. Maar met die lans kan je schade aanrichten, maar daarvoor hebben ze speciale accessoires die... Ja. Eigenlijk maken dat... En dat is eigenlijk de eerste vraag die ik wou stellen. Waarop moet je letten als je een hoge drukreiniger koopt? Eerst denk je best na van waarvoor wil ik hem gebruiken. Voilà. Dat is het belangrijkste. En bij gevolg, welke accessoires heb ik nodig? Oké. Okay. Sowieso heb je altijd standaard zo een roterende vuilfrees die meegeleverd is. Mm-hmm. Of de platte spuit, gewoon een standaardlans. Ja. Maar voor de rest... Dat zit er sowieso bij als je een hoge drukreiniger koopt. Bij de nieuwste modellen zien we ook al dat dat samen in één lans is, dat je kan aan de instelling. Mm-hmm. Maar gezien het gewicht van je toestel is het ook belangrijk om te kijken om een toestel aan te schaffen met wieltjes. Dat is altijd makkelijk. En ook, als het enigszins kan, een kabeloproller. Dan moet je niet altijd die draad daar ronddraaien. En een ander belangrijk aspect is natuurlijk het waterverbruik. Dat bekijk je ook best eerst. Ja, dus we denken best aan waarvoor ga ik het gebruiken en hoe powerful moet het zijn, welke accessoires heb ik nodig. Wieltjes, heel goede tip. Dat kan wel inderdaad handig zijn. En eventueel kabeloproller. Dat water, verbruikt elke hoge drukreiniger ongeveer hetzelfde? Want je sluit het aan op je waterkraantje? Liefst op de regenput. Liefst geen stadswater gebruiken, dat is altijd ecologischer. Oeps. Indien mogelijk. En nee, het hangt af van de soort lans dat je gebruikt, maar om 1 vierkante meter te reinigen, heb je van de meest zuinige zijn 3 liter per vierkante meter, de minst zuinige gebruiken tot 18 liter per vierkante meter. Dus als je een terras hebt van 10 vierkante meter, kan dat al vlug 150 liter water schelen. En, raar maar waar, de beste resultaten... Nu komt het. De beste resultaten die we... De hoge drukreiniger met het beste resultaat in onze test, de beste van de test, verbruikt het minste water. Is dat echt zo? Ja. Oké. Okay. En dat staat uiteraard op de website, dus daar kan iedereen alles terugvinden. Ja. Ja. Dan kun je het waterverbruik zien voor de standaardlans, de roterende vuilvlees en ook voor de terrasreiniger. Oké. Okay. Dus er is bij gevolg geen verband tussen hoeveel water per vierkante meter zeker en niet. Hoe properder of beter het resultaat. Zeker niet. Ja, dat is toch wel een... Het is moeilijk om... Er is geen constant in te trekken, dus het enige dat je kan doen is naar onze producten gaan. Naar Testaankoop gaan, naar de website gaan. Dat is het enige wat je kan doen. Die accessoires. Wat is juist het nut van welk accessoire? En zeg je van, ja, koop dat toch best al maar onmiddellijk wanneer je die hoge drukreiniger zelf aankoopt? Of... Wel, het is te zien. Het is best om na te denken welke dat je nodig hebt. Mm-hmm. En je kijkt best op de markt. Je ziet meer en meer bundels. Ja, die worden aangeboden. Okay. Dus het is goedkoper om ineens alles te kopen dan dat je nadien eventueel nog een extra terrasreiniger moet aanschaffen. En bijvoorbeeld een terrasreiniger dat kost makkelijk 100 euro. Als je die in bundel koopt, is dat veel interessanter. Dus echt goed nadenken voordat je begint met aankopen. In welke budgetregionen zitten we als we een hoge drukreiniger kopen? Ik heb daar geen idee. Dat valt eigenlijk goed mee, hoor. De beste koop vind je al voor 189 euro. Oké. Okay. Dus En daarin zit de basis, daarmee kan je eigenlijk al aan de slag. Ja. En als je de beste koop, heb je ook voor 50 euro extra in bundel, heb je dan direct een terrasreiniger. Dus dan zit je rond de 240 euro. Maar wat bedoel je met een terrasreiniger? Want in mijn lekenbrein is dit een terrasreiniger. Zo'n terrasreiniger, ja, dat is eigenlijk een soort van een hoedje met de borstel onder. Om te vermijden dat het water... Oké, dat is een kopje, bevestigt op de lans. Ja, op de buis. En dan bij de meest moderne kan je ook de kracht regelen. Dat is eigenlijk om te vermijden dat het water overal rondspat. Ja, ja. Want als je nu is dat een soort borstelsysteem? Ja, een borstelsysteem. Oké, okay. Ja. Dat lijkt me dan wel de beste manier. Maar je kan oldschool, zal ik het noemen, ook met de straal aan de slag. Maar dan heb je heel veel... Het is wel veel makkelijker
veel properder werken met de terrasreiniger. Ja. Oké, het comfort is veel groter. Zeker. Zijn er nog een aantal tips voor de beginners? Ik denk aan ook wel veiligheid en zo, want je moet daar toch wel voorzichtig mee omspringen. Wel, aangezien je omgaat met druk, is het toch altijd aangeraden om een beetje beschermende kledij aan te doen. Mm-hmm. Lange broek, geen korte mouwen. Voorzie ook een veiligheidsbril, want soms kan er stukjes stenen te voegen loskomen of kiezeltjes of zo. Dus het kan wel niet vast zijn, eventueel voor de bril. En als je eraan begint, begint op een klein stukje aan de buitenkant. Zet niet ineens de volledige druk open. Dat is een goede tip, ja. Begin rustig en dan zie je wel. Dan kan je de druk nog opdrijven. Ja. Dus ja. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld zo'n roterende vuilvrees, die mag je onder geen beding gebruiken op de wagen, want dan kan je de carrosserie schaden. Dus lees ook de handleiding en wees voorzichtig. Oké. Alright. Ik weet niet of je daar nog iets verder aan wilt toevoegen. Ik zou zeggen, allemaal gaan naar de website en begin dan de lente schoonmaak. Merci, Wim. En misschien tot de volgende keer. Ja, prima. Het is inderdaad een goed moment, hè? De lente schoonmaak. Ik ben thuis ook al volop bezig. Veel succes. Tot ziens, hè. Dank je. En ons laatste onderwerp is ons advies over hospitalisatieverzekeringen. En daarover wil ik het heel graag hebben met Anne Faceel. Zij hebben Anne gebriefd over hoe we de microfoon... Ja, doe dat nog correct doen. Ik laat jou aan het werk. Anne, kan jij ons vertellen wat nu eigenlijk een hospitalisatieverzekering juist is voor zij die zich dat afvragen? Een hospitalisatieverzekering is eigenlijk een facultatieve verzekering die, als je wordt opgenomen in het ziekenhuis, het grootste deel van de kosten op zich kan nemen. Ja, maar in België zitten we gelukkig in een systeem waarbij die ziekenhuisfactuur niet zoals in de Verenigde Staten de pan kan uitswingen, maar het is wel toch een groot verschil, hè? Als je die extra verzekering neemt, hè, denk ik. Je hebt een ziektekostenverzekering en een hospitalisatieverzekering. Voor mij klinkt dat hetzelfde. Nee, dat is eigenlijk niet hetzelfde. De ziektekostenverzekering die is in België verplicht. En daarvoor kan je terecht bij een ziekenfonds of bij de hulpkas voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. En eigenlijk door daarbij aan te sluiten, door die aansluiting, kan je genieten van ons verzekeringssysteem voor de gezondheidszorg. En wat doet dat systeem? Eigenlijk, als je arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een uitkering bij zwangerschap. Maar ook bijvoorbeeld als je op consultatie gaat bij de huisarts, is er een tussenkomst bij geneesmiddelen. En dus ook bij hospitalisatie is daar een gedeeltelijke tussenkomst van die Is er al een stuk veiligheid ingebouwd? Ja. En dan heb je die facultatieve hospitalisatieverzekering die je vrijblijvend kan onderschrijven. En die kan dan eigenlijk dat resterende deel voor het grootste stuk betalen. Voor het grootste stuk? Voor het grootste stuk. Meestal is dat toch een maximum 80%, laten we zeggen. Ja, oké. Okay. Hoe werkt zo'n hospitalisatieverzekering dan precies? Je zei, het is facultatief. Ja. Dus zoals ik eigenlijk al een beetje zei in de vorige vraag, je moet dat bekijken in stapjes. Je wordt opgenomen in het ziekenhuis, je krijgt de factuur en dan betaalt eerst die verplichte ziektekostenverzekering al een deeltje. Het resterende deel, dat kan dan betaald worden door jouw hospitalisatieverzekering. Er zijn verzekeraars en die werken feitelijk omgekeerd. Die werken met een bederde betalersysteem. Daar gaat de factuur na de tussenkomst van de ziektekostenverzekering naar de verzekeraar. Zij betalen en zij claimen dan eigenlijk later van jou het gedeelte dat zij niet terugbetalen. Dan hoef je zelf niks voor te schieten, want anders is het wel degelijk zo dat je zelf soms wel een aanzienlijk bedrag moet voorschieten. Om dan nadien naar jouw verzekering te gaan. Ja. Maar ze vragen het ook als je je komt inchecken. Dan vragen ze het jou ook, onmiddellijk. Heb je een verzekering extra verzekering? Ja. En dan bekijken ze eigenlijk zelf van, is dat ter het betalersysteem invoegen of niet? Ja. Wat kost dat dan? Is dat een eenmalige premie die je jaarlijks betaalt? Of kan je kiezen misschien? Dat kan inderdaad waarschijnlijk wel. De ene zal dat maandelijks kunnen betalen. Maar in C spreken wij over een jaarlijkse premie. En je moet rekenen... Eigenlijk zijn er vrij veel factoren die een rol spelen bij de premie van een hospitalisatieverzekering. Dus in eerste instantie je leeftijd. Dan heb je ook nog, wil je per se in een eenpersoonskamer of in een tweepersoonskamer opgenomen worden? Wat speelt er nog een rol? Is je voorkeur qua franchise, qua vrijstelling. En ook je woonplaats speelt soms een rol. In waarom? Brussel is een hospitalisatieverzekering altijd, of toch vaak, duurder, laten we zeggen, dan in Vlaanderen. En hoe komt dat?
Omdat Brusselse ziekenhuizen duurder zijn. Is dat en er zo? Zijn verzekeraars die daar rekening mee houden. Dat is dichter bij de koning, hè? Ja, ja dat zal het zijn. De Royal Hospitals. Ja. Nee. Maar dus die zaken spelen een rol. En dus op basis daarvan wordt dan eigenlijk, kan je zien, hoe ouder, hoe duurder de premie. Dat betekent dat mijn premie jaarlijks naar boven gaat? Nee. Hoe ouder ik word? Ja, in C wel. Een premie zal nooit het hele contract zelf blijven. Maar wat bij de premie toch ook wel nog een belangrijke is, is te weten dat als je nu nog geen hospitalisatieverzekering hebt, mm-hmm. en je beslist nu van ik neem er eentje, maar je bent bijvoorbeeld een diabetespatiënt, dat kan ook een invloed hebben op die premie. En dan moet je, als ik nu zeg van ik wil er een bedrag op plakken, moet je weten dat bijvoorbeeld een gezonde dertiger die kan voor zo'n €250 per jaar wel een goed contract hebben. Mm-hmm. Wil die nu absoluut het beste contract op de markt, dan moet die toch op €1.100 per jaar rekenen. Okay. Bekijk ik dat dan voor iemand van 60 jaar, dan moet je zeggen van een goede verzekering voor €600 per jaar. De beste verzekering €2.200 per jaar. Oef, ja. Dat is toch wel aanzienlijk. Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, dat zijn voor iets waar je hoopt dat je daar toch bijna nooit ja, inderdaad, op moet inderdaad. Rekenen. Neem je die verzekering dan best bij je ziekenfonds, zoals je zei? Of zijn daar, uiteraard heb je dat ook bij privéverzekeraars? Wat raden we aan? Eigenlijk heb je de twee. Mm-hmm. En ze hebben allebei voor- en nadelen. Als je mm-hmm. bekijkt bij een ziekenfonds, wat is het voorbeeld bij het ziekenfonds? Ze hebben ook zeer goede contracten, kwaliteitsvolle contracten. De premies zijn doorgaans wat lager, want zij moeten uiteraard geen aandeelhouders betalen. Zij hebben ook geen tussenpersonen, de ziekenfondsen. En, ik heb het bij mijn ziekenfonds en ik kom niet aan de bedragen die jij inderdaad nee, zegt. Nee, dat zou nee, inderdaad nee. zo zijn. Hè. Dat, ja. is, dat, is, dat is iets lager. Dat is waarom. Ja, okay. Inderdaad. Dus, ja, bij een verzekeraar heb je inderdaad die tussenpersonen en aandeelhouders die ze moeten betalen. Wat is er nog heel goed bij de ziekenfondsen? Ik denk dat dat zo'n beetje zal zijn. Maar een nadeel is wel dat je altijd lid moet zijn van dat ziekenfonds. Okay. Dus stel dat jij bijvoorbeeld aangesloten bent bij de christelijke mutualiteiten, mm-hmm. qua verplichte ziektekostenverzekering, dan kan je niet zeggen, maar die hospitalisatieverzekering nee. van Solidarisch Vlaanderen, die zou ik wel willen. Nee, dan moet je ook... Maar dat geldt volgens mij ook bijvoorbeeld voor Dentalia bij OZ. Dat is ook een ziekenfonds, ja. Ja, dus dat geldt voor alle ziekenfondsen. Ja. Je kan niet zeggen, je moet lid zijn. Wat ook een voordeel is bijvoorbeeld bij een ziekenfonds, dat was ik nog vergeten te zeggen, is dat mm-hmm. ze kunnen je niet weigeren. Van zodra je lid bent bij dat ziekenfonds, okay. kan een hospitalisatieverzekering jou niet geweigerd worden. Nog een nadeel is dat het misschien dat de polissen wel iets meer op twee- en meerpersoonskamers gericht zijn. Ja, maar zoals je zelf zei, eens dat je al in een traject bent waar je regelmatig gehospitaliseerd wordt, zal dat toch al helemaal anders liggen dan dat je gewoon als gezonde dertiger, zoals je zelf zei, die verzekering afsluit. Ja. Wat natuurlijk ook wel logisch lijkt. Ja, tuurlijk. Ja. En natuurlijk, eenmaal dat je een contract hebt, kunnen ze niet meer... kunnen ze eigenlijk daar niks van. Dan mogen we er gebruik van maken. Ja, dan mogen we er gebruik van maken. Bij een privéverzekeraar zitten de beste contracten. De beste contracten van de markt zijn bij de privéverzekeraars. Ja, dat is zo. Een voordeel is ook, zij kunnen... Je hebt geen lidmaatschap nodig, hè, want het is uiteraard geen ziekenfonds. Je moet geen lid zijn van die verzekeringsmaatschappij. Nadeel is dat de premies wel een stuk hoger liggen meestal. En dat daar wel op basis van jouw medische vragenlijst kan je wel geweigerd worden. Sorry als dat een moeilijke vraag is, maar veel bedrijven bieden hospitalisatieverzekeringen aan. Ja. Dat lijkt me dan logisch dat die sowieso via privéverzekeraars zijn, want je kan moeilijk als je 1000 mensen in dienst hebt, à la tête du client, bij de juiste verzekeringsziekenfondsen. Dat zijn ook meestal zeer goede verzekeringen. Ja, bij privéverzekeraars. Ja, dat is inderdaad bij privéverzekeraars altijd. Er zijn ook heel veel verzekeraars die wel... zoals wij dat noemen, die bedrijfscontracten aanbieden, mm-hmm. maar geen individuele. Eigenlijk meer en meer verzekeraars richten zich wel op werkgevers en op werknemers. Ja. Maar dat zijn meestal zeer goede contracten, maar wij kunnen die niet onderzoeken. Want eigenlijk bijvoorbeeld een contract bij AG hier van Testaankoop of een contract mm-hmm. bij AG van een ander bedrijf kan helemaal anders zijn. Ah ja, oké. Ja. Toch wel interessant. Wat vinden we daarover terug op jullie website? Over de uitleg wordt daar ook over gegeven. Hè. Je kan dat terugvinden in onze news, waar de uitleg staat van als je
aangesloten was via je werkgever, wat je moet doen nadien als je, als je zou ontslagen worden, als je met pensioen gaat. Dat eigenlijk heel die uitleg kan je vinden in ons dossier over hospitalisatieverzekering. Kan je dan kiezen om dat contract over te nemen en te blijven? Dat is verplicht, maar dat is eigenlijk iets dat wij niet echt aanraden. Ah. Waarom niet? Omdat het is zo dat bij de individuele hospitalisatieverzekeringen, daar zijn die premies fel geregeld door de overheid. Die mogen niet zomaar, laten we zeggen, vrijblijvend stijgen. De contracten via werkgevers, die wel. Daar is eigenlijk niet geregeld. Blijf jij in dat contract, dan heb jij misschien het eerste jaar wel een interessante premie. Maar die kan het jaar nadien met 20% stijgen. Dus wij raden dat eigenlijk niet aan. Wij raden eigenlijk aan om dan of een individueel contract bij diezelfde maatschappij, of te gaan kijken in onze selector van kijk, wat is voor mijn profiel nu eigenlijk de beste op de markt of de beste koop. Prijskwaliteit. Interessant. Maar als je het via je werkgever kan hebben, zeg je, zijn dat wel altijd meestal zeer goede contracten. Ja, dat zijn zeer goede contracten. Ja. Altijd. Het zou ook niet logisch zijn dat een werkgever een slecht contract onderhandelt. Allee, als zijn werknemers ziek worden, is het best dat ze goed verzorgd worden. Hè. Uiteraard, uiteraard. Ja. Dank je wel. Ik weet niet of jij er nog iets aan wilt toevoegen. Misschien nog één vraagje. Is een hospitalisatieverzekering noodzakelijk? Want je zegt het is facultatief, het is niet verplicht. Adviseren we toch om het te hebben? En wanneer vooral? Ja, wij adviseren het eigenlijk wel. Ja. Ik zou zelfs zeggen, voor mensen die een eenpersoonskamer willen, is het in België bijna een must. Want die prijzen zijn zo hoog. Je moet rekenen, het prijsverschil tussen een opname in een eenpersoonskamer en in een tweepersoonskamer is maal 8. Moet je rekenen. Nu ben je nog heel jong. Ben je nog jong, in goede gezondheid, bereid om altijd in een twee- of meerpersoonskamer opgenomen te worden, dan kan je wel overwegen van nog wat te wachten. Maar dan zou ik zeggen, van, wacht niet te lang. Mm-hmm. Denk ook een beetje van, ja, in welke situaties ga je komen. Want bijvoorbeeld als je aan kinderen zou willen beginnen, er zijn ook altijd wachttijden. Bij zwangerschap is dat 9 maanden. Begin er dan aan voordat je zwanger bent, zou ik zeggen. Of neem er eentje voor je zwanger bent. Dus ja, zeker niet te lang wachten. En, want je weet, hoe ouder, hoe duurder. En wat mensen soms ook wel verkeerd inschatten, is dat ik heb die ziektekostenverzekering en er is toch ook de maximumfactuur. Maar je moet wel weten dat een maximumfactuur dekt echt wel niet alles. Mm-hmm. Die gaat nooit de eerloonsupplementen dekken. En bijvoorbeeld bepaalde prothesen, zoals ik denk maar aan tandimplantaten of zo, die worden ook nooit gedekt. Ja. Okay. Dus. Maar we zijn gelukkig in België toch wel al comfortabel en goed voorzien. Ja, in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zoals je zei. Als je daar geen verzekering hebt, dan ben je failliet als er één keer een ambulance moet komen, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Oké, Ann, dank je wel voor dit gesprek en ongetwijfeld tot snel. Oké. Merci. Dankjewel. Dag. Zo, het zit er weer op. We hebben het weer over heel verschillende dingen gehad. Ik onthoud dat bij de energieleveranciers die sinds begin dit jaar verplicht zijn om u ook de optie aan te bieden om voor die maandafrekening te gaan, dat je daar een digitale meter voor moet hebben. Anders weten ze niet wat je die maand hebt uitgegeven. En er zijn zeker voor, maar ook een aantal nadelen. Dus ga daar goed mee om en kijk eens op de website wat voor jou het beste zou werken. Die elektrische fiets, ja, ik ga hem kopen. Ik hoop dat ik misschien de volgende uitzending al kan zeggen of ik hem effectief gekocht heb, maar ik ga zeker onthouden, Steve heeft me dat geleerd, dat ik toch vooral kijk naar het bereik en die batterij vooraleer ik een kleurtje ga kiezen van de fiets. Die hoge drukreiniger ook daar, wat is je gebruik? Waarvoor wil je het gebruiken? En koop misschien toch onmiddellijk al in een pakket jouw accessoires die voor jou het handigst zijn erbij. Dat kan soms behoorlijk wat euro's schelen. En tenslotte heeft Ann ons geadviseerd dat een hospitalisatieverzekering toch wel handig kan zijn. Zeker als je, mocht het nodig zijn, in een eenpersoonskamer liever wil liggen. Want dat kan toch wel al makkelijk 8 keer schelen aan tegenover zonder verzekering. Dus dat scheelt toch wel. Goed, dat was het. Ik hoop jullie heel snel terug te zien. En zoals altijd, als er onderwerpen zijn waarover jij graag meer wil weten, stuur het ons op, want wij gaan daar dan heel graag op in. Tot de volgende keer. Tot ziens.